Herman Snijders, 25 december 1953, Willemstad, Curaçao, 30 september 2021, Amsterdam. Dirigent, componist, arrangeur, muziekdocent. Herman Christoffel Snijders kwam uit een muzikale Surinaamse familie. Geboren op Curaçao, kwam hij als kind met zijn vader naar Suriname, waar hij muziekles kreeg. Op zijn 20ste vertrok Snijders naar Nederland. Hij volgde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag de dirigentenopleiding voor blaasorkesten en behaalde in 1982 het diploma bandmaster. In 1986 keerde Snijders terug naar Suriname. Hij was hoofd van de muziekafdeling van het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, directeur van het Cultureel Centrum Suriname en directeur van de Nationale Volksmuziekschool. Als onderdirecteur van het Instituut voor de Opleiding van Leraren schreef hij Sleutels tot de Muziektheorie, 2005. Snijders studeerde op latere leeftijd onderwijskunde. Zijn masterscriptie Maat en Ritme in een nieuw didactisch concept, Anton de Kom Universiteit 2013, was baanbrekend. Snijders speelde trombone, componeerde en arrangeerde voor gitaar, big bands, symfonieorkesten en Suripop, het Surinaamse Componistenfestival. Hij heeft ertoe bijgedragen dat NAX in 2020 door de UNESCO is geaccrediteerd als adviseur voor cultureel erfgoed. Snijders werd benoemd tot officier in de ereorde van de Gele Ster in 2007 en tot officier in de ereorde van de Palm in 2013.